Hier. Hier staat dat Isabella Kortenaar een paar keer bij Huffworks gesignaleerd is. En ja, haar vriendin werkt daar. Ja, en ze runt Scala. Dus ze zou er iets mee te maken kunnen. Ze zou ingehuurd kunnen zijn door Luis Duarte. En heeft een slaapmiddel in mijn koffie geduwd. Ja, jij doet alsof dat een absurd idee is, maar ik weet wat toezien in staat is. Op mijn aanraden heeft de politie haar ondervraagd en ze is geen verdachte meer. Zij heeft mijn bed in brand gestoken, met mij erin. Ze heeft in mijn huis gewoond, zonder dat ik het zelf wist. Dat mens is totaal door mij geobsedeerd. Dat is ze natuurlijk nog steeds. Maar waarom zou ze dan Nina ontvoeren? Om mij te raken. En wat is dan haar connectie met Ilfilio en Luis Duarte? Dat ga ik er nu vragen. Meneer Sanders, het spijt me, maar u bent echt aan het doordraaien. Oh, dat heeft Janine zeker verteld, hè? Nou, het enige wat ik doe is mogelijkheden uitsluiten. En ik denk dat we ons beter kunnen focussen op bij elkaar rapen van het losgeld. Ik ga. Combinatie hebben. En dan dit is van de dag. Goedendag. Ik kom zo terug. Waar is Nina? Ik vind het echt vreselijk voor je. Echt. Ik heb de politie alles al verteld. Ja, en je gaat mij de waarheid vertellen. Stefano, Lucas en Nina, hij waren hier laatst. Maar er is me niks verdachts opgevallen. En waarom denken jullie dat jij hier gedrogeerd bent? Het kan toch overal geweest zijn? Het was hier. En jij was het. Ik snap dat je overstuur bent. Want je dochter is ontvoerd tenslotte. Vandaar dat ik je deze onzin maar zal vergeten. Jij begrijpt helemaal niks. Als je zelf een kind had, zou je het misschien begrijpen. Nu weg, of ik laat je eruit zitten. Nina? Nina? Ik wil dat je weggaat. Waar is ze? Waarom heb ik jou ooit laten opnemen? Ik had een regelrechte zee moeten laten lopen. Nina! Nina! Waarom zou ik Nina iets aan willen doen? Ze kan toch ook niks aan doen dat de vrouw een sukkel is? Om mij terug te pakken. Waar is Nina? Leo! Ik wil niet op. Waar is ze? Kijk me zo aan! Kijk voor je! Vriendinnetje niet met andere mannen dansen, zo. Tuurlijk wel, maar ik ben niet zo in de stemming. Nou, niet zo muurbloemerig, kom op! Niet... Sorry. Dat Stefano vanmorgen moet zien. Hoe lang we hier nog mee doorgaan, zolang als het nodig is. Om wat te doen? Dat te vermoorden? Te laten martelen? Ze leeft toch nog wel? Ik denk het wel. Ik heb nog geen opdracht gegeven om er iets aan te doen. Omdat je dat ook niet kan. Je bent veel, maar je bent geen moordenaar. Zorg jij nog maar voor je klantjes in de koning. Zorg ik wel voor Nina. Achtergrond correspondeert met een typisch West-Europese bouwstijl. Ik schat jaren 30. Ja, dus? Ze wordt hoogstwaarschijnlijk ergens in West-Europa vastgehouden.
Ja, is dat alles? De krant die ze vasthoudt, die is echt en dagelijks overal verkrijgbaar. God, is het werkelijk? Ik vraag jullie om mijn dochter te traceren en je trakteert me op dit soort lulkoek? Het is jullie vak om een foto te analyseren. Waarom gebeurt het niet? We hebben gedaan wat we konden, maar de kidnappers weten natuurlijk dat die foto onderzocht gaat worden. Ludo, dit is het resultaat tot nu toe. Ja, en ik heb er niks aan! Jongens, geen paniek. Het moet een stop zijn, ik ga even kijken. Nou, dit is eigenlijk ook best gezellig, toch? Waarom ga je Isabella niet helpen met die stoppast? Goed plan, vrouwen en techniek. Snappen?